Bij dit huizenblok begint gisteravond tegen half elf het nachtelijk avontuur. De bewoners zijn niet thuis. De inbreker klimt op een plat dak en breekt een raam open. Als hij binnen is, wordt hij gezien door de overbuurman. Dus ik ren hier naar achteren toe en ik, ik zie de man daar uit het raam staan op, een, op de rand van een, van een zonnescherm om op het terras te springen. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Als hij zo dichtbij is, dan gaan we maar achterna. Hij is via het uh, bovenraam is eruit gesprongen, via onze tuin. Verder uh, het weiland. Uh, ja. Ingelopen. We zijn zaal met z'n allen erop afgelopen. Via het water, via allerlei tuinen is hij dus daadwerkelijk ontsnapt. De buurtbewoners stappen in de auto en zetten de achtervolging in. De inbreker steelt onderweg een fiets en probeert op die manier te ontkomen. Hij gooit hier zijn fiets voor de auto en ik stap uit. En hij probeert, uh, probeert over de heg heen te springen. Daar. Ik pak hem nog bij zijn voetbeest. Hij geeft me een enorme trap tegen mijn borstkast aan, waardoor hij ook zelf over de, uh, de, de heiding heen valt. Hij zwemt door de beek heen naar de andere kant van de Burgse Plas. Vervolgens steekt de inbreker de weg over en weet te ontkomen. Bij deze basisschool is hij voor het laatst gezien. Beuningen wordt al lange tijd geteisterd door inbraken. Vorig jaar sloegen de inbrekers meer dan 200 keer toe. En ook de eerste maanden van dit jaar is het gemiddeld meerdere keren per week raak. Buurtbewoners zijn het meer dan zat. Belangrijk is dat er veel meer controle moet zijn, veel meer politie op straat. Wij houden hier natuurlijk van iedereen wel de huizen in de gaten. We weten wanneer iedereen op vakantie is. Maar hier, hier kun je gewoon weinig aan willen. Er moet gewoon veel meer gecontroleerd worden. Maar zelfs de politie weet de inbrekers niet altijd in de kraag te vatten. Dat bleek ook gisteravond. Er kwamen er zelfs zes politieagenten aan: twee op de fiets en vier in de auto. Maar ook zij moesten hem laten gaan. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, eigenlijk bizar voor woorden dat ook zij hem gewoon laten gaan. Vandaag verricht de politie buurt- en sporenonderzoek. De bewoners van het huis waar ze ingebroken hebben aangifte gedaan.